De verrijdbare CT-scan kan binnen 1 minuut een heel lichaam doorlichten, waardoor artsen sneller een diagnose kunnen stellen. Daardoor nemen de overlevingskansen van patiënten weer toe. Het absolute voordeel is dat je niet meer op en neer hoeft naar de röntgen, maar dat alles gewoon in deze kamer is. En daarmee is het veiliger voor de patiënt, dat er minder vaak overgeschoven hoeft te worden. En het is gewoon heel veel sneller. Denkt u ook dat het levensjaarreddend zou kunnen zijn in extreme gevallen? Ja, het is in ieder geval veiliger omdat op het moment dat je overschakelt met alle apparatuur die er altijd bij zit, aan beademingen, aan monitoren, aan infusen, daar bestaat natuurlijk ook de kans dat iets losschiet of hoe meer handeling je doet, hoe meer kans op complicaties er is. Morgen opent het ziekenhuis 2 nieuwe traumakamers. Daar komt de mobiele CT-scan te staan. De primeur was voor het AMC in Amsterdam. Tilburg is het eerste Brabantse ziekenhuis dat met dit apparaat gaat werken. Vanaf morgen wordt die ingezet. We beginnen gewoon met de stabiele patiënten en dat we dat langzaam op korte termijn uitbreiden. Dat ook echt alle multitrauma's gewoon hier opgevangen worden. Is het nou ook zo dat mensen die op straat door de ambulance mee worden genomen nu ook vaker een CT-scan gaan krijgen? Omdat ze zeker voor de onzekerheid nemen? Nou, in principe niet. In principe doen we gewoon onze handelingen die we doen en je hebt een indicatie voor een CT-scan of niet. Maar het is natuurlijk wel veilig, dus je hebt er wel de beschikking over en als het nodig is, dan is hij gewoon hier.